Chaka. Je moet de gewone AMG nemen, hè? Ja, een SLS toch, hè? Nee, jij hebt Nee. een, de SLS is nog debieler. Oh. De AMG is wat beter, wat rustiger. Ah, misschien is dat mijn probleem dan. De SLS is redelijk debieler. Ah, daar een dier. Ja, wel, een SLS, ik kreeg daar niks mee gedaan. Ik Nee, zie het al. dat snap ik. Dat is een beetje de GTR van Ah, Mercedes. ja, oké. Maar dan is het oké. Maar dan is het waarschijnlijk daarom dat ik daar niks mee gedaan Ja, krijg. ja, Ja, dat dat is kan. Dan kan ik het plaatsen. Die AMG is ook al, je moet niet te snel op het gas gaan, want dan is hij ook weg. Maar. Ja, klopt. Oh, we gaan echt Donington doen, of wat? Maar joh. Revenue. Because reasons. Because reasons. Ah, ik heb niet. Oh, fuck, ik heb de verkeerde auto gepakt. Whoops. Met een AMG. We gaan dat niet doen, de AMG. Allee, ja. Nee. No problem. Join game. Join multiplayer session. Andere auto. Bro. Deze. Oh, deze auto is met koude banden helemaal niet te sturen. Doe het. Er zijn weinig auto's met koude banden die daar te sturen zijn. Ja, maar deze moet er nog voorzichtiger mee zijn. Heb ik het idee. Jullie willen handschoentjes? Yep. Lukt toch? Ja, want ik ben inderdaad bekend voor mijn fluwele handschoentjes aanpakken. Claudia, kun je dat bevestigen? Bam! Claudia? Claudia? Ah, wacht. Zit ze weer in de kelder? Oké. Okay. In de keuken, denk de ik. Laatste keer dat ik ze zag, zat ze voor de tv. Kijk. We gaan eens zien, hè. Oh, die banden zijn lastig op te warmen. Man, nee, joh. Gewoon knallen. Iets hoger een breakdown dan van voor helpt tegen die voorbanden. En rechts, zijn achterbanden zijn meestal geen probleem om op te warmen. Nee, dat klopt. Om time te gaan moest ik er ook oppassen naar drie rondjes achter elkaar. Ja. Had ik toch een gele band van achter. Gewoon, Slecht genomen, heel slecht genomen. Dat is natuurlijk lief, ja. Ah. Ja, wat. Competing, you've just done a 106.06. Sector 3 is 0.25 off the base. The guy behind has just done a 106.48. Look good.
Temperatures are okay. The leader has just done 105.53. That's your best lap in this session. Your lap time is 105.80. Kan ik mijn leven. Netjes. Mooi. Ja, als je die AMG heel beheerst rijdt, dan doet hij het echt goed. Ik heb in ieder geval mijn tijd er alweer verbeterd. Mooi. Niet veel, want het was een 1055. Maar beter is beter. Maar deze niet. Ik kan cliffs en lijnen bestuderen vanuit de cockpit. Kijk hoe dit is. Ah ja, de next lap hem dan wel door. Blablabla. Nummer 5 en 6 hebben dezelfde tijd staan. Ik zit tegen elkaar, jongens. 2 tienden. Hier is 2 tienden. Weer die laatste kamer niet lekker loopt. Goed bezig, Luc. Wat zeg je? Ben Luc goed bezig, zijn Cliff ook trouwens. Zit ik maar klaar. Ziet er clean uit bij Cliff. Ja, invalidated clean, ja. Ah, jammer. Dat is jammer. Zak er wel een goed rondje uit. In 5-6.
bijna mooi, Peter. Ah! Peter! Sorry. Kapot. Sorry. Kapot. Hopla. Dat was niet duur. Oh, come on. De eerste bocht liep niet en de laatste niet. De chicane. Nou, dat belooft wel. Oeh. Ik heb op een gegeven moment twee keer op 9000ste na dezelfde tijd gereden. Oeh. Over consistentie gesproken. Nice. Ja, dus sector 1 is goed, sector 2 wat minder, sector 3 meh. En sector 2 kan ik nog veel halen, dat weet ik. Nee, ik kan in de sector, eerste bocht een 14e harder, maar nou net even niet. Toch mooie tijd, Paul. Ja, en Peter en Cliff, hierin eigenlijk. Daarom, het ziet er goed uit, hè. Ik maak haar. Nogal. Yes. Minste fouten maken, hè. Ja. Yep. En proberen elkaar niet van de weg te rijden, hè. Dat kan nu gelijk toch geen probleem meer zijn, hè. Dus okay, proberen, hè. We are professionals, nu hè. Trust me, I know what I'm doing. Oh! Potential Nee, ik doe hetzelfde, ik doe hetzelfde, ik doe hetzelfde, ik doe hetzelfde. You're out of track limits there. Jammer, ik was zo goed bezig. Tot daar.
into the chicane, you're last. Als ze voorbij wil ik moet erop, een vriend. Jot, jot. Wel grappig om te zien dat het nog redelijk dicht bij elkaar blijft. Steeds 10 seconden. Boutjes worden meteen afgestraft. Now 2.5.
Fuck, what the fuck? Hey, hello. Hey. Hoi, hoi. Hoi, René. Vijf zet er misschien nog in als ik een beetje me concentreer. Zijn jullie aan het racen? Jazeker. Oh, ik dacht om 9 uur. Toch? Of was het dat half 9? Dat was origineel wel de bedoeling, ja. Dus zei Peter, hey, we kunnen. Oh, oké. Okay. Oh, dan ga ik even wat testen. Ja, over 3 minuten is de race klaar. Oh. Ah, god damn it. Welke track doen we hier nou? Fuji? Fuji? Ja, we zijn nu Donington en het is Fuji. Goed.
Voor mij is goed. Ja. Ja, ik heb P5 nog. Dankzij een foutje van hem. Wow. Zwaar raceje. Mooie race, Witte. Dank u, dank u. Zelf ook niet slecht, want ik zat hem toch al een beetje te knijpen. Man, ja, deze was spannend. Je ging er af en toe zo een klein beetje over. Je dacht van, ja, ja, de druk is er, de druk is er. Maar ik maakte zelf ook. Ja, ik denk dat jij net kijk, die snelste tijden. Luc super snel en de rest allemaal hetzelfde. Mhm. Ja. Staan we aan die consistent en fout. Ik denk, dat. Hier moet je kijken. Ik ben met de langzaamste tijd heb ik gewonnen. Oh ja, dat is een penalty. Nee. Ja, ja. Nee, die laatste is nog trager, Peter. Ik heb het traagste gereden allemaal. Ja, behalve die laatste, maar die telt dan even niet. Ja. Nee, het was wel spannend. Er werd ook gewoon geen echte grote fouten gemaakt. Iedereen reed zijn eigen rondjes. Ik heb een grote fout gemaakt, even. Maar... Ja, ik ben gespind in rondje 2. Nou ja, ik ben van het gras gereden. Derde ronde of zo, tweede ronde, ik weet het al niet meer. Ah, dat was echt weer een epic race. Ja, deze was leuk. Yes. Ah, maar ik heb vooral gefocust op zo constant mogelijk rijden. Ik werd op de start afgestraft door die Porsche. En daarom moest van achter terugkomen en daarom zat ik niet terug van voor. Peter had een mooie start. Ja, de laatste tijd gaat dat heel goed. Ja, mooie start. Ik heb dat van jouw filmpjes geleerd, Paul. Mijn filmpjes, wat heb ik gedaan? Ja, ik was een hele slechte starter. Ik weet niet of je dat door had de afgelopen jaar. Ja, maar wat doe ik goed dan? Of ja, ik bedoel, wat heb je van mij geleerd? Want ik kan me niet denken dat ik dat wat jij doet, wat ik nooit deed, is met jouw gaspedaal een beetje op het einde een beetje fluctueren, zeg maar, voordat de start is. Ah ja. Ja. En blijkbaar heeft hij dan meer tractie of zo. Ik snap het niet, maar het werkt wel. Tip de koppeling zo hard niet, hè? Ja, ik heb geen idee waar dat aan ligt, maar ik neem gewoon altijd vol intrappen, zeg maar, en liet ja, nee, dan had je af en toe te veel torque en dan had je de wielspin. Dat was niet het goede, zeker niet met die Ferrari, dus. Ik heb geen uitgenodigd, maar hij wil het niet. Wel, waar. Ik kan dat niet allemaal even uitnodigen, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, kom maar, René allemaal uitnodigen. Shift. Wow. Ja, ik zie hem, kom eraan. Oh, 6 punten kwijt. En terecht ook, ik was aan het falen. Ik heb er 14 kwijt, bij. Hè? Ik heb 14 bij. Heel. We zitten wel allemaal redelijk vergelijkbaar, hè? Maar even het monument. Alleen even Peter zit hoog en Cliff zit wel lager, maar voor de rest? Ja, kunnen. Wel mooi dat ik met een van de langzaamste... Ja. Langzaamste rondes heb gewonnen. No guts, no glory. Het gaat echt niet om de snelheid hoor, het gaat om de minste fouten. Consistency is key. Ja. Ja. Door tijd om onze website aan te passen, Deltas. Ja. Ik heb die volgens mij een jaar mee gereden of zo, denk ik. Maar, misschien nog wel. Oh, ik kan wel blij dat het niet Borneo is of zo. Oh, Borneo is zo vet. Oh, die moeten we ook nog doen. Sorry, ja, doe maar. Ik heb geen idee hoe het gaat. Maar ik heb het idee dat die AMG op het rechte stuk wel een voordeel heeft.
Ja, ja oh, hier heb ik eens een keer achter een klif gezeten volgens mij. Heel frustrerend dat hij wegtrok op dat rechte eind. Inderdaad. Maar goed. Goed, de old Ferrari is wel consistent. Ja, ik ben al 56, dat beviel net wel eigenlijk. Moet je voor klif gebruiken. Protectics clear, push. We've got 9 minutes to set a lap. Take it easy, you've got cold tires. Let's get some heat into these brakes. Oh! Oh, gemeen schelden. Zit je op het AMG aan het rijden, Cliff? Ja. Dat is YOLO. Dat is YOLO. Ah, ik vind dat knap dat René dat durft met die R8 te gaan rijden nu. Dat is mijn oud merk, dat durf ik wel. Ja, dat weet ik, maar de, als je de Lambo gewend bent, dan is dat toch een serieuze stap. Ja, die R8 is agressiever, hè? Klein beetje maar. Ja, de Lambo is onderstuur, onderstuur, onderstuur. Tot als je die dan inderdaad echt op zijn staring te trappen, dan wordt dat overstuur. Je auto weet niet wat je wilt. Recht is dat snappier, ja. Dat is altijd zo een gevecht tussen de twee. Ja, zo onderstuur, onderstuur, overstuur, onderstuur, overstuur. Ja. Wat is het nu? Oeh, dat was een redelijk goede exit. Ja, behoorlijk. Nee, remlicht blijft branden. Slipstream kost geld, Peter. Sorry? Slipstream gaat geld kosten. Zeker dat dat niet gewoon ineens een achterlichten zijn? En niet zijn stoplichten? Het is echt een derde remlicht dat brandt. Ja, dat rijdt ook als deel van de gelichte brand. Peter. Left side, clear left. Car right. Still there. Really? Ja, deze trek bevalt geen hier wel precies. Ja. Zo, die heeft wel wat meer power dat ding, dat kun je wel stellen. Ah, de curbs, dat vindt hij niet leuk. Dat is een ding wat duidelijk is. Ja, dan moeten we met de R8 wel eens wel voorzichtig zijn, ja. Ja. Ik weet waarom ik het niet meer die hapt soms op de curbs. Yeah.
Zo dus. Godverdamme. Werk lief. Ga maar. Ja, geen probleem. Ja. Oh. Krijg je op het rechte stuk, dan zegt hij, kun je net zo goed zo'n handje achterop zetten van zwaaien. Ja, dat is gewoon echt, dan kom je met dezelfde snelheid eruit en dan zie je hem gewoon gaan, die Mercedes. Ja. De leader has just done a 140.14 P2. Daar teken ik voor. Hey, weg. 0.30 off the pace. Hier kan ik mijn leven. Zullen we maar mooie beelden van René gaan maken. We gaan even gaan pissen. Maar voor snelheid ga jij over de finish, Cliff? Kun jij dat zeggen? Sorry, wat is jouw vraag? Maar welke snelheid je over de finish rijdt? 2,54. 2,59. Oeh, staat per uur verschil. Sorry, wat zei je? Ik heb je nog niet gehoord, hè? Dat is 5 per uur verschil. Ja, mijn ik zit nog iets beter kon eigenlijk. Een tikkeltje. Wat zat? Ik heb ook nog geen perfect rondje gereden. Maar wel goed genoeg. 2 minutes to go, 2 minutes. Niet om de snelste tijd was hier. Dat hoort er niet. Ah, ik heb hem de snelste tijd verbeterd. Niet veel. Ik heb hem verbeterd. Beter het. Bijna. Nee, 39.2 is dat track. Domme nee. Ach, verdomme. 17 in groen, man. En nou zakt hij wel weg. Shit. Ja, die exit daar is zo belangrijk op de rechtstuk, hè. Ja, ik ben nog aan het wennen aan dat ding. En dan met die Lambo kan je dan veel eerder op het gas. Maar dat is toch mooi, hoor. Flags out, P3.
Luigi zou wel leuker zijn als ze die chicane niet hadden. Ja. Als je daar gewoon rechtsaf kon en rechtdoor. Dat zou veel beter zijn geweest. Ja, goed. Hè. Ik vind toch dat die chicane wel oké. Ja, maar ik vlieg daar zo vaak door te veel gas de bocht uit. Hè. Dat is echt niet normaal. Ah, jammer. Paul, heb jij die tijden openstaan? Weet je wat daar... Nou, ik ben toch aan top doen. 39.2 is de toptijd. En wat heb ik daar staan ergens? Ik had het niet meer openstaan. Even kijken. Oh. GT3. Fuji. Er gaan 40 rond staan. Oké, daar zit ik een seconde van. Zeg een seconde vanaf nog met de R8 nu. Yep. Heb je al? Kun je dat snel zien of niet? And it's gone. Oh, it's gone. Hey, ik ben er weer. Ja. Yes. Zijn nog goed kijken. Sector 1 heb ik de snelste. Sector 2 is een halve seconde. En sector 3 is ook een halve seconde. Oké. Okay. B4, 14 minutes. Do this shit. Let's get on with it. F4. Wat heb je bij de Audi normaal als rembalans? Is dat 54? Ik heb hem daar meestal op 52 staan. 52 staan, oké. Okay. Ja, daar is dus tussen 54 en 52 afhankelijk van het circuit. En je eigen gevoel. Mm-hmm. Pardon. Yes. Overstuur corrigeren is zo heerlijk bij die Mercedes. Sitting duck. Gaat ook zo gemakkelijk in vergelijking met die R8. Oh, dan komt die aanbreedbanger aangerommeld. komt ie. Oeps. Allee. Wat dat al? Domme.
Mooi exit, Peter. Dank u. Pak hem in zijn 1, ben ik achter. In zijn 1? In zijn 1. Maar dat durf ik met de Mercedes echt niet. Nee, ik ook niet. Dan ben ik hem kwijt. En hij is gone. Ja, ik merkte dat hij iets te veel toeren verloren in zijn 2. Dus ja, dan ook iets gevolg is in zijn 1. Ah, kut. Ik loop hier niet op te letten. Oh, heb ik jou geraakt? Nee. Okay. Ik zag je, dus ik denk van nou even een beetje inhouden. Oh, ja. Dat is een lekkere, die nummer 5. Ja. Kom maar. Ik denk dat je dan niet naast je hoeft te kijken. Hij doet bij mij hetzelfde hier ongeveer. Hij zit gewoon helemaal niet te kijken. Hij heeft niet door als je hem net ingehaald bent of in aan het halen bent dat er iemand naast je kan zitten. Jezus Christus, zeg. Ja, die heeft er mij op Donington ook. Ja, die blokkeerde mij op Donington. Nooit heeft. Die blokkeerde mij op Donington juist wel fel. Ja. Ja, 6 seconden. Dat lukt niet met een cliff in topconditie. 2-3 andere. Ik ga een penalty krijgen. Ja. Ja, het begon bij mezelf. Ik had een fout gemaakt in die hairpin. Val je net terug en ja, dan begint het, hè. Eigen fout. Is je wel echt racy met die Porsche? Ben ik eruit? Niemand meer. Heel raar bewegen. Hm? Ik hoor je nog, Peter. Nou. Ik ga er een keer op de baan staan, denk ik. Hey, ik hoor iedereen nog. René rijdt er achter mij. Ah, oké. Okay. Ik zag een keer Paul voor me op de baan stilstaan, maar... Ah, wel, ik zag weer een neer stilstaan. Ja, had ik ook, hoor. Nou. Gewoon onder die grote taartschep van die AMG schuilen, nou. Loopt gewoon weg. Oh, oh, sorry René, sorry, mijn fout, kom maar. Kom maar, dat was mijn fout. Kom maar. Dat was gewoon mijn fout. Ik gaf te vroeg gas naar de bocht en daardoor spinde die. My bad. Dit is wel een leuk race, zo. Het was echt race met die Porsche. Goed, die is mooi, hè? Godverdomme, hè? Zo'n kekbocht, hè? Dit is eigenlijk geen leuk circuit. Hmm.
Oh, dat was een smerige move. Dat was een smerige move. Die nummer 5? Ja. Die R8 leunen, René. Het doet er mij gewoon op het einde van de bocht. Even bij die R8 leunen. Bumdraft, hè? Dat was toch ook, dat mocht ook, hè? In deze klas, of niet? En GT3 kan dat, Jezus, man, dan loopt dat ding hard op je in. Pipstream heet dat, hè? Oh man, op het rechte stuk moet ik mijn stuur echt vasthouden, zo hard trilt het. Waarom heb ik altijd het idee dat ik van die trage auto's heb? Ik weet niet hoe dat kan. Ja, dat heb ik als ik met jou ga karten. Nou, dan rijdt die nummer 5 nog op kop ook, zeg. Ja, als je lift er zo langs werkt, dan snap ik dat, ja. Mijn next trick. Ik wil AMG bloed. Ja, dat wel, Luc. Zo doet de AMG dit. Goed, ik zal een dikke lucht meer opcijferen, maar. Schild 10 per uur op het rechte stuk. Dat was net te laat geremd. Oh. En ik val weer hard. Ja, het is gelukt, Paul. Het is even verdwenen. Ja, daarom. I can do magic. Niet weer, hè? Fuckface. Missen Mark wel, hè? Every bullet so far. Over de start-finishlijn. Even kijken, 260. Ja, ik ook. Ja, 6 per uur heb ik zonder slipstream. Ja, sorry Peter. Mijn focus is weg, zeg. Doet weer! Weet je wel, wel fijn is aan die Mercedes? Dat je daar beter mee kunt remmen en sturen dan de Audi. Je kunt die remmen de bocht in gooien.
Oh! Oei. Oh, nou, ah, wel. Focus is weg. Kon niet meer hoor. Was kapot. Oh, dat was later om dan. Yep. Ik denk wel eens die nummer 1 raar aan het doen, maar... Ja, als hij me niet af had getikt, dan had ik een kans gemaakt, denk ik. Yep. Ja, ja, zeker wel. Hey, 3 keer gespin of zo. Drama, drama. Nou, snelste tijd, 2/10 ervan af. Ik zit op 1.40.2 nu. Lekker. Dat valt best mee eigenlijk. 39.6. Nou, dat werd ik met 40.3 hebben. Oh, dat vind ik mij gewoon niet. 39.7. Voor bekennen, dat was met de slipstream, hè? Dat was geen vet. 17.58. Wel een potential 39.5, dus wat dat betreft. Wel, 0 punten erbij, zo te zien. Weer van alles kwijt. Weer 10 punten kwijt of zo. Ah, Cliff was ook lekker bezig, Cliff. Ja, ja. Zonder ja. Van die... Zonder van die actie van die Steam 5. Want anders had ik misschien wel mijn focus kunnen houden. Maar, ja, René ook mooi constant ja. Gereden. Nog een spaatje erachteraan? Een spaatje. Ja. Dat is goed, jongen. Doe maar. Blauw of rood? Een platteke. Blue, hè? Oh nee, spa rood, wat was het nou? Spa blauw? Wat je zegt, miles ahead. Wat miles ahead? Wow. Ja, een spaatje. Allee dan, de foto start. Ja, het verschil met die Lambo en met de dingen met de Audi is hoofdzakelijk dat die Audi die is net wat nerveuzer zeg maar bij het uitkomen ja. Van de bocht. Dus yep. Daar moet je echt mee oppassen. Ja, inderdaad. Een rondje spa. Dat gaat toch wel goed de R8, René? Ja, valt me niet tegen. Ik had verwacht dat ik er meer problemen mee zou hebben, maar... Pit exit looks clear. Okay, Paul, we've got 9 minutes to get a decent lap in. Cold tires all around. We need to get some heat into these brakes. Nog hier hiccups gehad lately? Hmm? Heb je nog hiccups gehad lately? Nee, helemaal niet meer. Ah, mooi man. Tenminste, je bedoelt dat tijdens wedstrijden bedoel je? Ja. Nee, helemaal niet meer. Echt nul. Oh, lekker. Niks. Dus dat zat toch in die crew chief dan? Of tenminste, dat delen van het geheugen. Dat zou goed kunnen, ja. Ik had het altijd hier, in dit stuk. Oh. Hier? Dit stuk? Ja, hier dit stuk. Daar ging het mis. Zeker als we een aantal auto's dicht bij elkaar zaten. Nou, ik had het hoofdzakelijk zeg maar bij het
naar beneden gaat in die herpen. Oké. Okay. En ja, vlak na de start, hè. Dat wil zeggen dat je een nieuwe PC moet kopen, René. Wat je? Een nieuwe PC nee. Moet kopen. Nee. Het is het moment. PC's zijn goedkoop. Oh. Ja, en als er iets handig is voor dit, voor dit spel, dan is het Crew Chief wel. Ik heb hem nog niet gehoord, de Crew Chief. Maar ik aanstaan. Dat ik hem, ja, ik heb hem aanstaan, maar ik had toen straks vond ik hem te hard. Toen heb ik hem naar beneden gedraaid en ik denk dat ik hem iets te veel naar beneden heb gedraaid. Denk ik. Of hij is gecrashed, dat kan ook wel. Hij is gelezen. Kom maar langs hoor, Kleef. Oh, sorry. Nee, laat maar gaan. Ik ben met die Mercedes toch sneller dan ik, dus dat heeft geen zin. Hey, dan moet je niet denken, René. Dat is al, dat, nee, dit is niet denken, dat zijn feiten. Nee, dat nee, ding nee, dat nee. Loopt op het rechte stuk. Het enige wat feit is, is dat een grotigheid meer schijnt dan kleinigheid. Ja, maar hij is gewoon traag in de bocht. Hoe was het ook alweer? I'm fast, of hoe met die tekenfilm? I am speed. Oh, I am speed, dat was het, ja. Remballons aanpassen, break. Daar kom je nu pas achter in de chicane, dat je de rembalans moet aanpassen. Ja. Nee, dan moet hij extra. En dan mag hij weer terug. Oh nee, herpin, mag hij weer terug. Nou, de Clio-technieken werken goed. Dat zal bij Ferrari niet leuk zijn, denk ik. Clio-technieken. Ping! Your lap time will be invalidated. Ja, dat heb ik ook. Banden zijn nog niet helemaal warm. Oh, perfect. Een beetje warm, hoor. Oh man. Wow. Ping. Nee, ik vind de Audi op Spa vind ik hem 10 keer lastiger dan Fuji. Ah, dat is een moeilijke circuit. Favoriete circuit van Max, hè? Nou, maar Spa op zich heb ik niet zo heel veel moeite mee, maar
Die combinatie is niet ideaal. Nou. Dit wordt een invalid lap terwijl hij best goed is. Zie je dat? Ik hoor het de next lap bij mijn validated. Bam! Oef. Dat was geen... alweer op de baan staan. Dat was 2 seconden het groen of zo. Ja, anderhalf. Oké, dus dan zat ik rond de koers van Cliff. Oké. Kan ik mijn leven. Ah, 2000ste man. Dat is balen. Ja, dan kwam dat ik voor een schok van jou, Paul. Goed zo. Kom maar. That's 2 minutes left, 2 minutes. Ach, gewoon mijn eigen schuld. Joas Oroesje niet goed genoeg eigenlijk. Ja, die gaat nou perfect. Green times, heerlijke. Cliff, ook een aardig tempo erop liggen. Yep. Oh. Allee, moesten jullie niet zeggen? Oh, sorry. Nee, sorry. Nee, die tijd van Cliff, want af en toe kwam jij zo snel dichterbij dat ik dacht van, hoe doe jij dat? Ja, ik weet het zelf niet. Dus ik ben gewoon aan het falen met die AMG. Wat, nee, wacht, ik ben gewoon aan het falen, punt. Met de R8 ook. Of ja, falen. Ik kan jullie niet bijhouden, zou ik het zo zeggen. In de verste verte. Ja, die 22, die moet ik gewoon kunnen. Spa. Spa Francorchamps. Ja, oké. Holy crap, jongen. Gekkeus. Pellet. Ik heb nog iets liggen in de bus, stop. Dan zou ik het meenokken. Ja, als de race goed gaat, zou ik wel eens een nieuw record kunnen zetten op Spa. Voor mezelf dan, hè. Die tijd van Peter, daar kom ik niet aan, hoor. Maar voor mezelf misschien nog wel. 2-10 moet wel lukken, hè, joh. Nee, ik ben niet meer voor de records vandaag. Yes. 16e gepakt in de busstop. Heerlijk. Ah. Nice. Ik reed 3-10 in het rood en 3-10 in het groen geëindigd. Dat is nice. Gewoon die busstop. Perfect uiteindelijk. Dat is een schone tijd, Peter, God, jongen. Godtomme. Ja, dank u. Oeh, René. Close. En Luc ook. Nou, Cliff ook lekker dik, maar. Oh nee, Luc had het nog heel stevig verbeterd. 1,6 seconden. Maar dat was verdorie op de grenzen. Nou, de tijd van Peter zegt dat het niet helemaal waar is. Ja, met deze auto toch wel, denk ik. Even naar het toilet. Jo. Ik heb geen idee wat de toptijden hier zijn. Dat is het einde van de session. Oh. Sorry, een nieuwe ronde heeft hij het 227. Wel leeg, jongen. Koekoe. Peter heeft hier een 228 staan. Koekoe. Nou. Even kijken, man. Die eerste sector is sowieso al een dood in de eerste sector is al 1,3 ten opzichte van Cliff. Ja, echt. Sector 2 al 14e, sector 3 redelijk vergelijkbaar. Ja. Ja, sector 2 heb ik ook nog wel werk. Yep, nogal. Maar een seconde. Seconde. Ja.
Cliff, we hebben overal werk, jongens. Ah, even wachten op Peter. Hè? Ja. Oh, sorry. Excuses. Ja, Peter kan zelf beslissen wanneer hij start, hè. Allee. Daarom. Peter moet op ready duwen en dan kunnen we. Hoe kan, dat kan niet uitroepen, hè? Oh, okay. Ready. Oh, Sim 5 starten we vanachter, dus pas op, hè, jongens. Ja, ik denk dat hij niet nummer, zo blij is of zo. Kut. Nummer 1 is disconnected. Heeft is iemand boos op hem geweest net of zo? Hij kwam redelijk rauw bij mij voorbij. Zal hij mij wel de schuld gegeven hebben, maar dat was echt zijn fout, denk ik. Terwijl hij toch eerst is geworden. Green. Ah, te veel wheels, man. Still there. Clear left. Left side, three wide, you're on the right. Clear left. Kon je korter draaien, Peter? Dat ging niet. Nee, snap ik. Ik heb hem ruim genomen. Ja, goed zo. Perfect. Pas op, René, die Sim zit naast u, hè. Oh. Maar hij is weg. Hij heeft een foutje gemaakt. Is hij er vanaf? Of? Ja, hij is er vanaf. Hij kan hem niet geraakt, toch? Nee, hij is tegen de muur geraakt. Ah, oh, oké. Okay. Allee, ik heb hem twee wielen op de baan gebleven en toch zegt hem slow down. Ja, nee, het potje kaars is daar wat strenger in. Oei, Cliff? Ja, ben aan het ziekelen. Ja, en die gaan nu denken dat dat zijn schuld is. Ja, tuurlijk. Dat was helemaal niet mijn bedoeling. Hoe ben ik wijd gegaan? Ik volgde jou een beetje. Oh, René ook. Ja, hè, daarom. Doe me gerust zo verder, heren. Zo heb ik nog een beetje een kans. Nee. Te laat geremd. Wow, dit is al de derde keer dat hij me daar dwars gaat, die Audi. Ja, geef nog maar een seconde op penalty, maar ik vind het goed. In de categorie, wat maakt het mij uit? Al is er keeltjes aan het stampen. Moet ook. Ik
Nee. Oeh, ik zag het gebeuren in de achteruitkijkspiegel, Luc. Dat is jammer. Mijn crewchief was aan het jammen en ik hoorde mijn wielspin niet. Ga je ook met die Audi soms? Of heb je een Mercedes, Luc? Ja, die is echt verraderlijk bij het uitkomen, hoor. Dat is echt... Hey Mark. Je laat alles dus iedereen binnen, hè? Ze zat als een Zwitser, joh. Niet te geloven. Ideaal, pak je weer controller, kom. Kom. Nee, dat kan echt niet lukken. Dan nog even een rondje Monaco doen. Ja! Met Formule A. Ja! Oh ja, ja. Oh, fuck you, dat gaat mis. Zonder punten dan, want je mocht niet rijden en onder invloed met punten. Dat mag dat niet. Dat is waar. Kijken of ik kan meevolgen in ieder geval, dat is toch wel iets. Ik heb Ellie gemist. Maar ik ben zat. Ik voel het zo vaak. Dus hij ook. Heb je er gedronken, Mark? Half fles witte wijn, Sambuco, Italiaanse koffie. En oh, kijk. Een blonde Grimbergen. Allee, ik heb een plaatselijke horeca weer al gesteund. Hoor de eerste, ja, de eerste keer sinds. Hè? Dat zei het aan mijn pensioenman op die turbine. Ze hadden ons gemist, zei ze. Commerciële hoeren het zijn. En voor de rest iemand niet? Ik hoor geen René, ik hoor geen Peter. Jawel. Op de snel aan het concentreren. Ja, ik moest me niet echt concentreren, maar... Stoor ik misschien? Stoor ik? Nog 7 minuten, dus ik moet nog wel even scherp blijven. Ik heb het 22.6 dan nu. Ik ook hetzelfde. 21.8. 21.5. En een penalty. Adieus. Geen penalty, hoop ik. Althans. Ja, ik krijg er nu weer een waarschijnlijk. Oei, dat is niet goed. Wie ben ik? Ah, ik ben Peter aan het volgen nu. Maar ik ben geen qualify rondjes aan het rijden, maar... Dus. Ja, maar gewoon even volgen, hoor. Hier heb ik iets nieuws geleerd. Ga ik terug naar zijn 1. Ja, ik ben direct al aan het opnemen, ze. Wie weet waar het goed voor is. Hè? En waar is René? Daar is René. Nou, die is geconcentreerd bezig, die kerel. Echt wel. En waar is Luc en Tun? Om te weten, vooral. Ja, ik ook, ja. Ja, Cliff niet vergeten natuurlijk. Oeh, dat klinkt mooi, Cliff zijn auto. Duitse kwaliteit, hè. Last but not least, de Pol. Ja, die zit weer heel ontspannen, hè. Zie je, hè. Die is gewoon aan het chillen. Oeh, foutje in de bus stop. Nou, het scheelt maar 3-10. Bijna dwars. Ik haat dat hij niet terugschakelt als je het misschien nog niet kan. René, ik ben nu aan het volgen, hè, joh. Oh, dat is goed, joh.
That's 5 minutes to go. Come on, keep it together. We'll be on the podium here. Holy tiny, here we come. Kun je ook even tegen mijn auto zeggen dat hij dat doet? De tijd van Cliff zit er niet in, denk ik. Ik had ook iets behoudender rijden. Fucking hell, uw tijd is zo kort op elkaar. Echt niet normaal. Oh fuck, een seconde penalty en maar 5 in het rood. God nonde u. Ik ook. God nonde u. We zijn alle 2-2 nou. Ja, we zitten dicht, we blijven dicht bij elkaar, René. Twee rondjes. Baba. In beton geparkeerd op hoe heet die eerste herpin? Stavelo of nee? Wat is dat? Nou ja, Passoes. Net ontwijken. Met een potential 21-7. Maar ja, een potential had er niks. Oeh, die heb ik lekker genomen. Dat was echt op de limiet. Verder dan ik al een penalty gehad. Ah shit, dat werkt net even anders bij de Lambo. Die moet je dan wel op het gas houden, de Audi dus niet. Kom ik achter. Deze ik dan nog een seconde bij ga krijgen hoor. Zie je? Doe maar. Potential cliff. Fuck. Blijft wel rondrijden die nummer 5.
dacht dat is dan weer zo'n kwitter of zo, hè? Ga het toch stilletjes aan, hè, René? Too little, too late. Ik kan het zelfs bijna inhalen. Ja, ik ben aan het thuis brengen. Ja, dat mag ook. Ik heb 2 seconden penalty, dus. Niks aan het handje. Ik wil ook nog op het filmpje staan. Nah. Ik had een penalty net. Even ingehouden voor de penalty. Ja, want we hebben 2 seconden penalty. Ja, dat kan. Daar had ik niet. Kelly, ja. Dat was een leuk race, René. Nou, oh, echt wel. Ik vond het ja, ook... Ik moest bij goed concentreren dan. Nou, maar heb je netjes gedaan, man. Voorrijden is moeilijker dan erachteraan. Zeker om de concentratie erbij te houden. Oh, deze was... Ja, deze was leuk. Leukste vier race rondjes in de 2-22. Ja, ik vond persoonlijk Donington het leukste. Het is toch een uitdaging om hier snel te blijven, zo. Ja, Donington was gewoon, iedereen bleef gewoon constant dezelfde rondjes rijden, dat was vet. Als je daar één foutje maakte, dan was het meteen afgelopen. Dat, yep. Dat was echt vet. Budgie was gewoon een mooi trek altijd, ja, Spa is ook altijd wel leuk. 22.6 heb ik staan, Potential 21.5. Potential is bij mij 20.9, maar... 22.0 Potential. 52, maar dat zal van een andere klasse zijn, denk ik. Dat zal de GTE zijn, denk ik, ja. Ik denk het ook. Yes, weer een paar puntjes terugverdiend. Yay. Nou, wat een leuke avondje. 23 punten erbij. Yes, yes. Oh, shit, ik heb het vergeten. Ik heb het opgenomen.